Ik noem het altijd een afgetrokken worstje. Want het is eigenlijk gewoon een worst waar vel meer omheen zit. Ik ben Paul van Hoven, worstmaker, slager, eigenaar van het bedrijf Wild Vlees. Dat doe ik nu 6 jaar. En ik ben altijd gek van vlees geweest, maar ook van koken. Dus ik was dus dan, ik ga worst maken. Ik ga vandaag een frikandel maken die gebaseerd is op Indonesisch smaakprofiel. Er gaat gember in, er gaat knoflook in, er gaat een beetje ui in, rawits in, er gaat citroengras in en er gaat trassi in, of een garnalenpasta. Nou ja, dan begin ik met het belangrijkste. Rundvlees. En er gaat in een varkensschouder. Je kan ook het vlees van een buik van een varken kan je gebruiken, waardoor je ook een beetje vet erin krijgt. Er is de standaard frikandel. Het verhaal gaat dat die ergens in de jaren 50 door het slagertje in Dordrecht ontwikkeld is. Terug in de 16e, 17e eeuw kom je frikandel of frikandel al tegen in de vorm van een gehaktbal of gehakt staaf. Dus in die zin is het gewoon een... Nederland had blijkbaar al heel vroeg een snackcultuur, zou je kunnen zeggen. Frikandel is een gehakt staaf, dus dan moet je gehakt malen. Dit heet de snippers. Dat is vrij groot voor de snipper. Snippers zijn in principe alle stukken vlees die je overhoudt die niet verkocht worden als lapjes in de toonbank. Nou, dit is een varkensschoudertje. Ik haal daar gewoon een beetje van af. Ik ga het gehakt voor de frikandellen hierdoor draaien, dus een 6 mm plaat. Draai ik het wel 2 keer doorheen en dat heeft als reden omdat ik een mix van rundvlees en varkensvlees ga maken. Als ik het 2 keer doorheen draai, dan heb ik het varkensvlees en het rundvlees ook gelijk gemengd. Dan zijn we eventjes klaar met de vleesdeel. Dan ga ik nu aan de slag met de kruidenmixen. Dit is CD, ook wel bekend als citroengras. Je kan dit als gedroogde spulkart kopen. Dit snij ik heel fijn en dan gaat het de vijzel in. Teentje knoflook in. Chilies aan het fijn hakken en er gaat trassi in. Zo, dit is deel 1. Wat ik nu ga doen is, het is de helft van het vlees met de zout. Dat ga ik mengen met deze kruidenmix. Wat belangrijk is dat je een goede binding krijgt. Dus dat het niet meer los vlees is, zoals het net was. Je ziet dat het al begint te komen. Dan ga ik nu frikandelletjes ervan maken. Huishoudfolie, zelfklevende folie. Dit is een spul wat je over schaaltjes kan doen en wat dan gewoon blijft plakken. Je rolt het gewoon op en draait hem allebei de kanten dicht. Nou, die begint toch meer te lijken. De frikandel is eigenlijk rolt. In zijn geheel gaat hij zo meteen het water in. Die staat de hele middag al lekker op 80 graden. Hier wordt hij in gegaard. Daarna gaat hij eruit. Dan koel ik hem terug in ijswater. En dan gaat het velletje eraf. En dan heb je een frikandelletje wat de frituur in kan. Dus dit dingetje moet een half uur garen bij 80 graden. Maar dan is hij op 72 graden. Deze frikandellen die hebben nu een half uurtje gegaard in water van 80 graden. En ik gooi ze in een bak met ijswater om heel snel terug te koelen. We gaan ze nu uit hun tijdelijke jasje halen. Zo, pot het even met die plastic. Kijk, ze zien er niet zo mooi en gelikt uit als een snackbar frikandel. Maar ik denk dat ze de smaaktest glansrijk overwinnen. Frituur staat op 190 graden. Een minuut of 4-5, denk ik. De beste manier om een frikandel te eten is wat mij betreft, net zoals een worst trouwens, uit het vuistje. Absoluut niet verkeerd. Absoluut niet. Kijk, dat hebben ze in Utrecht misschien. Fucking leverworst, maar hier heb ik fucking lekker frikandellen. Gewoon in Rotterdam.